Ik ben aangekomen in Wolverstone Marina. En ik ga zo meteen wandelen naar Pinmail. No touch exit. Wie wil dat nou niet? Supermodern. Oh ja, dit is de beeld van de haven. Wat er allemaal te doen is. Het is zaterdag. Er is niet zo heel veel te doen. Maar het leuke is dat ze, dat zal ik even laten zien wat ze hier hebben, is de Sea Power Marine Engineering and Electronics Shop. Maar ze zijn ook Authorized Beta Marine Dealer. Ha. Kijk, dat is altijd goed om te weten. En misschien ook wel leuk om te weten. Dit is de Wolverstone Marina. En hiernaast is iets kleiner. Is de Royal Heritage Marina. Kijk, het is wat kleiner allemaal. Ligt natuurlijk prachtig. Nou, gelukkig ben ik een sailor, dus welkom. En hier zeilt de visjager voorbij en daarachter de Solution 2. Het paadje van de Royal Heritage Yacht Club naar Pinmail loopt hier door het bos. En dat is hier zo. Hier zo, daar zo. Duurt 25 minuten. Dus ik ga maar eens even op pad. En dan zo langs het water. Dat is echt superleuk. Dus aan de ene kant vaar je op het water en dan is het echt prachtig om naar de kant te kijken, want het is heel mooi groen. En echt een mooi natuurgebied. En als je dan over dit paadje loopt, ja, dan kan je mooi kijken naar de rivier en alle geankerde boten. Tja, ik wil even schommelen en ik dacht ik zet de camera neer. Maar ik heb niet echt een hele goede standaard, dus ik ga eens even kijken hoe ik dat voor elkaar krijg. Het raakt wel een beetje gevaarlijk. Oh dear. Maar als ik me van het kraken niks aantrek, is het best leuk om te schommelen. Hoor je de vogels. Is toch echt geweldig. Heerlijk zo'n boswandeling. Nou, daar ligt het Pinmail. We zijn er bijna. Superleuk.
Ik ben aangekomen bij de Put and Oyster. Daar waar veel zeilers eens geweest willen zijn. En vandaag zijn er zeilers van de kustzeilers, maar ook andere zeilers uit Nederland, die op 28 mei in het blauwe boek hun naam gaan schrijven. En ik ben hier namens de kustzeilers. Dus ik ga eens even binnenkijken. The morning after. Het is 9 uur en het is rustig. Het zat hier gisteren helemaal vol. Toen ik hier was. Dit is de upper deck. Superleuk. Ja, dit is dus de kroeg waar iedereen naartoe gaat. Lekker eten, lekker drinken. Lekker voor anker. Het was ontzettend gezellig met z'n vieren hier. We hebben ervan genoten. Morning. Have a great sailing day. Op de terugweg loop ik nog even bij de Royal Heritage Yacht Club naar binnen. Om even te kijken hoe het eruit ziet. En nou, het is natuurlijk een hele mooie oude club. Yes, I'm fine, thanks. Met allemaal mooie vlaggen.
Dit is de Wolverstone Marina. En bovenaan bij de receptie heb je een mooie uitkijk naar de schepen die in de haven liggen. En dan keer ik weer terug naar de boot. En dan laat ik deze mooie ervaring van Pinmail en Wolverstone weer achter me. Hoppakee. En dan mogen we weer naar binnen. Nice. Ik vond het erg leuk om hier te zijn. Leuke mensen te ontmoeten, gesprekken te hebben. En ik ga maar weer eens verder op pad.